Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Wonder. Een verhaaltje voor nu. De laatste aflevering, de vorige aflevering, die is opgenomen een week nadat de game uitkwam. Nu zijn we inmiddels 3 maanden nadat de game uitkwam. Ik heb al eventjes niet meer gespeeld. Dus 3 maanden niet. Ik ben nu echt super fris. Ik heb niet geoefend. Dus we gaan kijken of we hem nu wel kunnen halen. Volgens mij had ik heel veel moeite met dit level. Was het echt een pittig level. Oké. Okay. We proberen het gewoon nog een keer. Oh. Het gaat al hartstikke goed. Ik ben een beetje ziekjes. Dat kan je misschien ook aan mijn energie merken deze aflevering. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan proberen een leuke aflevering ervan te maken. Oh ja, je kon er tegenaan lopen. Dat was ook zo. Oh, je kan rennen. Oh maat, je kan gewoon rennen. Oh, kut. Oh, wacht, ik weet hoe we dat moeten doen. Zo denk ik. Ja. Volgens mij zit er ook niet iets van een checkpoint in deze map, hè? Volgens mij was dat ook een probleem de vorige keer. Ik weet het niet zo goed meer. Misschien is het wel... Ik kan me nog wel herinneren dat ik super geïrriteerd was. Dus misschien is het alleen maar hartstikke goed dat ik niet zo heel veel meer weet van de vorige keer. Want dat geeft me misschien iets minder rage. En de rage kan nog wel komen. Maar het zou lekker zijn als ik deze win. Want we hebben nog maar een paar levels te gaan. En dan is de game uitgespeeld volgens mij. Dus... Oké, we hebben hem gehaald. Oh ja. Ik weet eigenlijk niet of ik de vorige keer de checkpoint heb gehaald. Want nu heb ik de game natuurlijk opnieuw opgestart. En dan volgens mij zijn de checkpoints dan weg. Oh, dat is een moeilijke man. We missen nog één badge trouwens, zag ik. Oep, dat probeert nog wel een keer. Kom op Goomba, wat je kan. Thank you.
Zo moeilijk. Ja, dit level is ook wat minder leuk omdat het veel wachten is. En dat helpt natuurlijk niet met het gevoel dat je progressie maakt, laat ik het zo zeggen. Oh ja. Nee. Kut. Maar we hebben de coin wel. Nog 16 levens. Dat is lastig, maar we hebben in ieder geval de coin, dus we kunnen weer een stapje verder. Oeps. Nice, oké. Oh, dit is wel heel moeilijk. Oké. Nice. Nice, is gehaald. Lekker. Oh, dat laatste stuk met die bellen was wel pittig, maar het is gelukt. En we hebben hem gecomplete, dus dat is zeer fijn. Nice, oké. Je kon ergens, waar was het ook alweer? Ja. Oh ja, dan kan je zien of je alles gecomplete hebt. Oké, dan gaan we hier naartoe. Die zijn allemaal gevinkt. Ja, die zijn allemaal gevinkt. We hebben alles rondom. Dus dat betekent dat we nu naar het midden moeten. Of moeten kunnen. Kan ik nog wat kopen?
ja, maar geen interessante dingen, dus dat is mooi. Ik denk dat dit op dit moment heel even het enige is. Maar er is nog meer, want er is bij 16 moeten we ook iets unlocken, dus. Oké. De semi-final test, Piranha Plant Reprised. Komt er nog een keer een zingend Piranha Plant liedje? De semi-final test, dus hierna komt de final test. Oeh, die kan ik gebruiken. Er komen. Na, 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 na. Oh. Oh, ik was het even helemaal kwijt. Nog een keer. Die bleef lopen, wat een vuile piranha plant. Oké. Okay. Dit is best lastig, denk ik. Oh jee, je kan die niet kapot maken, dat vergeet ik ook een keer. Ja, ja. Nog een keer proberen. Dit zijn inderdaad best difficulty levels. Ze hebben geen ongelijk. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je die blijft bonzen. Wat een kut level, wat een kut level. Na 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 na.
Ah, die moest ik wel doen. Goed om te weten. Maar we hebben wel... Oh nee, die tweede coin hadden we nog niet. Kut. En de eerste hoef ik in ieder geval niet meer te doen. Dat is mooi. Nu is het full concentrate on the trial. Oh, wat een moeilijk level. Oh, die hoeven niet meer trouwens. Eigenlijk moet ik zorgen dat ik een power-up heb voordat ik deze dingen doe. Het scheelt me gewoon een extra hit. Kut. Ba 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 ya ba da ba ba. Oh, dit is niet meer nodig, dat vergeet ik elke keer. Oh. Na, 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 na. Good. Oh, nu mis ik waarschijnlijk een coin. Ik heb in ieder geval die laatste coin wel. Dat is wel heel fijn om te weten. Alleen die tweede coin nog, dat was met die blokken. En dat laatste stukje, dat wordt echt chaos, heb ik al gezien. Die hoeft niet. Oh,
Wat een good level, good level for the good, for the win. Okay, let's go. Opnieuw. Nou, dat betekent dat ik hem in die tries moet gaan halen trouwens, als ik nu naar mijn levens kijk. Dat is heel onrealistisch, maar het zal wel. Ik kan nu niet weggaan, want dan verwijdert die twee coins die ik al heb gehaald natuurlijk. Ik weet niet wat hij deed, maar dat was super kut. Hoezo zakt hij dan zo snel? Nog een keer. We gaan het gewoon over en over proberen. We hebben alle coins. Nu mag ik alleen niet nog 3 of 4 keer doodgaan. Nu is het leveltje halen. Dus vooral goed concentreren wat ik doe. Na 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 na
Goed. Kut. Ik haat dat er geen checkpoints zijn. Sprong niet! Waarom deed ik nou zo gevaarlijk? Gaan we weer. Zijn we weer klein bij dit kutstuk. Oh, laatste leven, leuk. Ik had die points weer opnieuw halen. Als ik hem trouwens nu niet haal, dan gaan we eventjes de aflevering beëindigen, want hij is nogal lang. En dan ga ik eens even kijken of ik misschien wat power-upjes kan fixen.
Hoe kan ik die ontwijken? Dat vind ik even interessant. Nou, moeilijke stuk weer. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigo.